dansmuziek spelen. En vooral ook in Duitsland is dat heel erg in, hè? Nog steeds. Dansmuziek, hè? Is dat niet, Remy, Debbie? Dat de dansmuziek echt live gespeeld, ook in Duitsland nog steeds veel gebeurt, volgens mij? Nou ja, volgens mij weten is het van vroeger uit, in de jaren 80 inderdaad, met de Max Gregor. En wat had je nog meer? Ross Mitchell. Ross Mitchell. Ja. Het geeft gewoon iets apart, zeker aan het steldansen. Kijk, het is ook een iets oudere tak van sport. Maar op het moment dat je op zo'n wedstrijd staat en die band die begint om te spelen, is het toch even iets bijzonders, iets extra's dan een cd. Het was meer voor onze tijd, hoor, die orkesten. Ja. Maar ja, nou je dat inderdaad zegt, want ik zou het ook niet direct gezocht hebben achter jouw muzikale keuze, Debbie. Dat je toch zo'n nummer kiest, waarvan misschien een aantal andere, laten we zeggen, van jouw leeftijdsgenoten zeggen van... dat vind ik oudbollig, geef mij maar een lekkere samba van een moderne band. Casa Musica. Van Casa Musica bijvoorbeeld. Ja. Waarom dan toch deze authentieke muziek? Waarom vind je dit zo mooi? Nou, weet je, ik denk dat het gewoon met name met deze muziek is gewoon, je moet er gewoon zelf geweest zijn. Als je daar die zaal binnenstapt, om daar te mogen dansen, dat is echt een eer welke ronde je ook komt. En daar hoort deze muziek bij. En ik denk dat dansers die ergens komen en die een gevoel hebben met een bepaalde muzieksoort, dat is gewoon echt ook de plaats waar je in het danst. Ja. En dat is gewoon fantastisch. Ja. Als ik even op in mag haken. Ik vind ook het grootste verschil is dat bijvoorbeeld blackpool muziek zonder vocale begeleiding is. Dus zonder zang. En dan moet je eerst een instantie aan wennen. Maar op een gegeven moment ga je waarderen. Want zang en melodie kan nog wel eens afleiden. Ja. En eigenlijk gaat het zich om het ritme. En dat, daar heb je eigenlijk veel meer aan dan melodie. Ja, precies. Zeg, over ritme, melodie. Jij hebt altijd iets met ritme gehad, hè? Van jongs af aan. Ja, en met muziek sowieso. Zeg, maar met dat gevoel van ritme, dat je zo gek bent op ritme. En niet alleen gitaar, maar ook eigenlijk slaginstrumenten. Ja. Ben je altijd dol op geweest. Je hebt ook, heb ik gelezen, lessen genomen in allerlei slaginstrumenten. Ja. Zoals xylofoon onder andere. Mm-hmm. Maar waar komt dat vandaan? Waarom is dat zo? Ja, waar komt het vandaan? Dat is gewoon, uit zichzelf ontstaan. Ik weet nog, mijn moeder zei een keer toen ik nog in de buik zat, toen ze zwanger was, was ik al met die drumstokken, de eierstokken, was ik al een drum in haar buik. Okay. Dus ja, dat gaat van nature. Dat is gewoon, dat is een gevoel. En daar ga je mee en dat ga je uiteindelijk uitbreiden en opzoeken, dat gevoel. Ja. Ja. Behalve de slaginstrumenten ook snaarinstrumenten. Nou, je zit nu op schoot met een prachtig mooie akoestische gitaar. Ja. En ik wil je eigenlijk vragen of je eventjes een stukje... Ja, dat is heel lang geleden, maar ik ga het proberen. Oké, nou, we gaan even een klein stukje gitaarspel horen van Remy Jansen. Die behalve letten danst ook gitaarspeelt. Applaus voor Remy Jansen, die dus ook lekker eventjes...